Goedemorgen, het is Goeie Vrijdag en we zijn zojuist vertrokken vanuit huis voor 3 dagen een mini-vakantie. We gaan naar Westkapelle op Walcheren. We hebben er superveel zin in. De bikini en de zwembroeken zijn thuis gebleven. Paraplu's voor de zekerheid mee, maar we hopen toch wel op droog weer. Nou, ik waande me eventjes in Duitsland, want er waren heel veel Duitse gasten. En ook het eten stond in 2 talen. Nou, we wachten nog eventjes tot de kamer klaar is, 10 minuutjes, en dan gaan we naar boven. Nou, kijk, dat ziet er zo gezellig uit. Dit is een 2-persoonskamer. En ik zie dat er gelijk post is. Dat heeft oma geregeld. En ik zie hier ook een trap naar boven. Kijk, dat moet de kamer van binnen zijn. Wow, even kijken hoor. Job choice, hè. Oh, kijk. Oh, dit is echt een lounge. Kamer. En hier de koffie en thee. Super. Nou, er is daar buiten nog een zwembadje, maar dat lijkt me te koud. Maar misschien nog wel eventjes dat we op het terras kunnen zitten. Kijk, en vanavond kan er natuurlijk eventjes een badje genomen worden. Helemaal top. Hup, met die benen. Hup, met die benen. Oké, schuif nog eens een stukje op. Dan kan ik ernaast. Zon, nee, dat niet. Maar wel zeewind. Dag 2 in Westkapelle. Hans zit nog eventjes te duolingoen, dus ik kan mooi eventjes dit inspreken. We gaan vandaag 2 museums bezoeken, maar eerst ontbijt. Eens even kijken of deze boy ook al wil ontbijten. Goedemorgen. Bon appétit.
is inmiddels droog en we zijn klaar in het museum. Dus we lopen nog hier eventjes langs de Zeeuwse kust. Dit is de derde en laatste dag in Westkapelle. Gisteravond hebben we nog lekker gelezen en een beetje tv gekeken. Vanmorgen ontbijtje en nu gaan we... Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Naar huis? Ja, uiteindelijk. Nee, we gaan nog geocachedagje van maken, Westkapelle. We gaan sowieso even naar Zoutelanden. Vanwege het liedje. En dan via de terugweg geocachen naar huis. Let's go! Top!